Kijk, Bram is een jongen die inderdaad, wat je schetst, veel pech heeft gehad. Maar absoluut in onze beleving de potentie heeft om mogelijk bij het eerste elftal aan te kunnen sluiten. Dus wij willen dan ook in zijn belang, maar ook in het belang van de club blijven meedenken. Door te, ja, toch zijn contract te verlengen. Wat zien jullie in hem? Een potentiële opvolger als rechter vleugelverdediger. Dus dat hij als rechtsback toch bij de A-kern kan komen. Specifieke kenmerken? Ja, het is een offensief ingestelde vleugelverdediger. Dus ja. Hij heeft een goede overlap, een goede voorzet. Zelfs ook nog wat scorend vermogen. Heeft nog wel wat zaken die hij verdedigend aan moet scherpen. Maar heeft in onze ogen absoluut wel de vaardigheden en de potentie om de aansluiting te vinden. Dus ja, dat is in de basis waarom je wel of niet met iemand doorgaat. Heeft hij de potentie om bij het eerste elftal te komen, ja of nee? Die potentie was er niet voor Clint Leemans, Heezakkers, Rommens, ja. Bertrams. Ja, kijk, dat hoort nou eenmaal bij een topclub. Dat zijn jongens die heel lang bij PSV spelen. Absoluut hun waarde hebben en hebben gehad voor de club. Maar er komt ook een moment dat je dus, wat ik net al schetste, met elkaar gaat zitten en gaat kijken in hoeverre is dat nog toereikend voor het eerste elftal, ja of nee. En op het moment dat je daar niet positief op kunt antwoorden, ja, dan ontstaat er een andere situatie.